Alright, we zijn er klaar voor. Yes. Richard. Ready to go. Ja, welkom. Dankjewel. Bedankt welkom. Dank jullie wel. Helemaal van Amsterdam. Ja, met liefde, het was een stukje. Vond je Antwerpen een beetje leuk? Ja, het is een bruisende stad. En vandaag was het heerlijk weer, het zonnetje. Dus we hebben wel geboft. Ja, netjes. Wat hebben jullie gedaan? Ja, we hebben een leuke dag gehad. We hebben gewandeld door de stad. We hebben een massage geboekt. Hey, oh, netjes. Ja, oh. Een Thaise massage wel. Dus was voor het eerst. Ik wist dat niet. Dus ik lag daar en ik moest natuurlijk met mijn hoofd in zo'n kussentje. En dan zeg maar op je buik en met je rug. En toen ineens had ik een vrouw op mijn benen op mijn rug. Maar ik wist helemaal niet dat een Thaise massage was. Dat zo'n vrouw zeg maar op je rug gaat zitten met de knieën en de ellebogen. Dus dat was een heftige, maar lekkere ervaring qua spierontspanning. En we zijn net lekker met Satya, mijn videograaf, gaan eten. En ook lekker met de auto door Antwerpen getoerd. Dus nogmaals, mooie architectuur, leuke vriendelijke mensen, het zonnetje scheen, massage, goed eten. Dus prima dag. Leuke vriendelijke mensen? Nou de mensen die wij ontmoet hebben in winkels, nee, nee. Laat ik zo zeggen. En ook in de straat. Misschien waren het veel toeristen uit Nederland dan. Ja, ja maar die winkeliers en de Hollanders, eeuwig dankbaar. Ja, het is, dat geloof ik, het is afgelopen maanden wat drukker geweest natuurlijk, omdat bij ons alles op slot zat. En veel mensen vluchten naar Antwerpen om eten, drinken en ook shoppen. Ja. Mijn vriendin staat op de Meer in de winkel. En het was echt volle toeren. Niet te doen bijna. Nee, eigenlijk gewoon niet te doen. En dan iedereen die wel en niet een mondmasker op wilt. En heb je heel die hijsen. Ja, geloof ik. Er stonden echt rijen trouwens. Ja, ik hoorde ook dat je over de hoofden kon lopen. En heel sneu voor de ondernemers in Nederland aan de andere kant van de grens net. Ik bedoel, die moesten de deuren dicht houden. En alle euro's, alle omzetten ging richting België. Maar aan de andere kant is de ondernemers hier ook wel gegund. Want het zijn hier natuurlijk ook wel zware jaren geweest. Omgekeerd was het ook gebeurd, hè. Ja? Toen het hier dicht was, gingen ze naar Nederland. Dus, Vertel eens, hoe sterk? Hoe is dat daar opgekomen? En wat is het eigenlijk? Ja, Oersterk is een leefstijlplatform. Ik ben expert in de preventieve leefstijlgeneeskunde. Ik kom voort uit de geneeskunde, maar na mijn doctoraal geneeskunde liep ik vrij snel vast in het medische systeem. Ik wist alles over ziektes en de dood, maar niets over het leven, over optimale gezondheid, over preventie, over leefstijl. Ja. Daar lag mijn fascinatie. Ik ben gefascineerd door het leven, door ons lichaam, door de natuur. Dus ik besloot mijn witte jas in de wilgen te hangen en eigenlijk mijn eigen pad te gaan. Ik ben 2008 mijn eigen praktijk voor integrale geneeskunde begonnen. Ik ben de orthomoleculaire geneeskunde gaan studeren. Orthomoleculair staat voor de juiste bouwstenen van het leven. Wat veel breder is dan vitamines, mineralen en voeding. Maar ook gaat over een levensdoel, over lichaamscontact, over zonlicht, over slaap. Dat is een studie aan de universiteit of? Nee, het is een HBO plus studie, maar buiten de universiteit. Geneeskunde was wel op de universiteit. En ik ben eigenlijk gespecialiseerd in de psychoneuroimmunologie. Dus eigenlijk het samenspel van lichaam, geest en alles wat je denkt en voelt heeft natuurlijk een uitwerking in je immuunsysteem en in je zenuwstelsel. Mooi. En ja, ik loop eigenlijk altijd mijn tijd 10 jaar vooruit. Dus in mijn praktijk voor integrale geneeskunde had ik het helemaal niet druk. En mensen begrepen niet goed wat ik deed. En waarom het zo belangrijk is. Dus ik besloot in 2011 zeg maar, mijn visie op te schrijven in een foldertje. Het foldertje liep uit de hand. En dat werd eigenlijk mijn eerste boek Oersterk. Ik kwam uit 11 juni 2012. Dus bijna 10 jaar. Dat werd vrij snel een bestseller. En Oersterk bestaat uit 4 pijlers. Oersterk, de O van ontspanning, de E van eten, de R van regelmatige beweging en sterk is van mindset en zingeving. Dat zijn eigenlijk de 4 pijlers. En ja, nogmaals, dat werd een bestseller. En inmiddels heb ik 10 bestsellers ook op mijn naam staan. Meer dan 450.000 boeken verkocht. Officieel? Dank. Ja, zeker. We hebben eigen magazines, eigen online trainingen en we hebben een eigen opleiding. Dus ik ben in 2000, na het verschijnen van mijn boek, nou dan ben je ineens auteur. Dan word je gevraagd om praatjes te houden, dan ben je ineens spreker. En dan had ik een wachtlijst altijd in mijn praktijk van minimaal 6 maanden. Maar ik had een vrij grote droom om 1 miljoen mensen te helpen. Nou, dat red je niet als je een uur met mensen 1-op-1 in de praktijk werkt. Dus ik ben gestopt in 2018 met mijn praktijk. Ik ben een eigen opleiding gaan creëren. Waarin ik eigenlijk 1000 zorgprofessionals van de toekomst wil opleiden. Die ieder jaar 1000 mensen kunnen helpen. Want 1000 × 1000 is 1 miljoen. En daarvan hebben we nu 350 opgeleid. Alle groepen zijn uitverkocht. We hebben wachtlijsten. Ik leid 120 per jaar op. En dus dat gaat ook heel goed met onze opleiding om uiteindelijk veel meer impact te maken in Nederland en België. Ook mensen uit België nemen deel aan onze opleiding, ook Nederland. Omdat de mens natuurlijk zwakker, dikker, zieker en dommer dan ooit is. Ja. Ja, mooi gezegd. Dat laatste vond ik wel dommer. Vond ik wel een leuke eigenlijk.
Ja, het is interessant als je kijkt natuurlijk naar onze schedelomvang en ook de inhoud, dus ons brein. Dan zie je dat we de afgelopen 100 jaar dat de schedelomvang afneemt, dat ons brein krimpt. Is heel interessant, hè, want we praten altijd over evolutie. Dat betekent evolutie eigenlijk progressie, een lijn omhoog. Maar er is nu eerder sprake van devolutie van het brein. Het brein krimpt, we worden zwakker en dus dommer. En de drie belangrijkste oorzaken, als je dan weer kijkt naar leefstijl, enerzijds op voedingsgebied, is dat we veel te weinig uit de zee eten. Zeevoedsel, vis, maar ook vooral zeegroenten. Is enorm belangrijk voor ons brein, omega-3 vetzuren. Inactiviteit zorgt voor eigenlijk krimp en de afbraak van neuronale paden, van zenuwbanen. Ook afname van neuroplasticiteit, zoals dat helemaal heet. En op het gebied van ontspanning, we hebben steeds minder sociaal contact, ook de laatste 2 jaar, dat we elkaar mogen aanraken. We moeten afstand houden. En aanraking, ook het uitwisselen van hormonen, wat we via de huid ook uitwisselen, zorgt ook voor groei van zenuwbanen en voor het behoud van je brein. Dus gebrek aan sociaal contact, inactiviteit en vooral bewerkte voeding met een tekort aan omega-3 vetzuren zorgen ervoor dat ons brein krimpt, dat onze schedelomvang afneemt en dat we dus ook meetbaar het UQ afnemen, dus dat we dommer worden. En waar zit je daar eindigen? Zo intens. Waar dat eindigt? Ja, waar eindigt het? Ja. Ja, experts zeggen, noemen dat het omgekeerde Flynn-effect, dat rond het jaar 2100... de meeste mensen misschien het IQ zullen hebben als mensen met het syndroom van Down. Maar in die zin zie je gewoon dat de besluitvaardigheid afneemt. Hè, dat mensen steeds minder goed in staat zijn om de juiste beslissing te maken. Dat wat leidt tot verkeerde keuzes, waardoor je eerder ontstoken raakt, chronisch ziek wordt. En daarmee ook dus eigenlijk weer doodgaat of uitsterft. Dus het interessante is als je opstijgt, we zijn met veel te veel mensen op de wereld, 7,2 miljard, dat neemt toe. Dat kan eigenlijk niet, we gaan als een parasietenplagen over de wereld heen. En de natuur veroordeelt niet, maar werkt wel met natuurlijke consequenties. En de natuur regelt zichzelf. Dus ook als je kijkt dat onvruchtbaarheid toeneemt, anderzijds dat mensen steeds dommer worden, zal er ook voor zorgen, enerzijds dat er steeds een groter deel van de mensheid zal uitsterven. Wat vanuit macro perspectief fantastisch is, want we moeten nou eenmaal met minder op deze aarde komen. Maar ook de afname van het IQ leidt ertoe dat er een steeds vitalere populatie zal komen. Maar dat heeft wel een prijs op de korte termijn, de komende tientallen jaren. Wat we al zien, een toename van chronische ziekten. Ook van neurodegeneratieve aandoeningen, hè, van Alzheimer en Parkinson. Wat ook weer samenhangt met verzwakking van het brein. Eigenlijk heet dat neuroinflammatie. De mens is ontstoken en het brein is ook ontstoken. Maar antwoord op je vraag is eigenlijk dat er steeds meer mensen vroegtijdig zullen overlijden. Wat op individueel niveau natuurlijk niet leuk is, of heel ernstig is, of verdrietig is. Maar vanuit macro perspectief is het een, klinkt eigenlijk zeggen, goede ontwikkeling. Maar is het uiteindelijk ook weer het creëren van meer balans waar de natuur ook zelf voor zorgt. Ja. De ontvruchtbaarheid, heeft dat ook te maken met voedsel? Ja, 15% van alle bezoeken aan huisartsen en specialisten hangt samen met onvruchtbaarheid. En je ziet natuurlijk dat voor een goede vruchtbaarheid, als je onderrijdt, heb je voldoende zink nodig, heb je voldoende selenium nodig, heb je voldoende D3 nodig, heb je voldoende omega-3 vetzuren nodig. Dus heb je echt natuurlijke voeding. Ik ben ook een groot voorstander van oervoeding. Oervoeding. De oorspronkelijke voeding. Als mens, als homo sapiens, zijn we ongeveer 200.000 jaar oud. En we zijn geworden wie we zijn dankzij de omgeving. En we konden altijd alleen maar datgene eten wat in de natuurlijke omgeving aanwezig was. Dus er was geen Alpro sojabeek, geen Fristie meer, geen chipsboom, geen melkchocoladestruik. Die de foute voedingskeuze konden oermens niet maken. En door de bewerkte voeding zie je ook dat de mens steeds onvruchtbaarder wordt. Ja. Ook bijvoorbeeld als je weer gaat kijken door het mobieltje in de broekzak of gewoon strakke synthetische onderbroeken. Ja, straling. Ja. Wat vind je van Monsanto en al hun genetically modified zaadjes die ze op boeren ook afdwingen? Het zijn natuurlijk allemaal boefjes. Ja. Het is onethisch. Het is een experiment. En met experimenten kan je beter toeschouwer zijn dan deelnemer. Dus ik ben een groot voorstander van biologisch. En dat we niet genetisch gaan manipuleren. Vleesvervangers? Is ook niet altijd zo best als je gaat kijken naar de oorsprong en de hele keten. En vaak zijn vleesvervangers gewoon heel, heel ongezond. Laat ik het zo samenvatten dan. Dus het is ook goed om alles wat uit de natuur komt, gewoon qua voeding,
Over het algemeen ben je veilig in handen van de natuur. Alles wat uit mensenhanden komt, mag je met maximale twijfel aannemen. Ook ingrediënten, hè, die je kinderen niet kunnen uitspreken. Of eigenlijk alles met een streepjescode als je het heel zwart weer doortrekt. Ja. Ja, wees daar kritisch op, omdat daar over het algemeen mee gesleuteld is. Door de mens samengesteld is. En dat heeft een negatief effect op alles, waaronder de vruchtbaarheid. Ja. Plastiek ook. Ja. Alleen plastiek, het was een professor dat ik gezien had op Joe Rogan. Sorry, ik kan het naam weer zeggen. En die zei dat de vruchtbaarheid van de mens 50% achteruit is gegaan tegenover 1970, denk ik, een van die tijd. Klopt. Door plastiek vooral. Hè? Ja, het testosteron neemt af. En dat komt ook vooral dat, kijk, ook als je het hebt naar soja of aardappelen of bier. Dat zijn natuurlijk fyto-oestrogenen. Plastic is ook xeno-oestrogenen. En oestrogenen, als je daar te veel van hebt, ook via plastics of via dus onnatuurlijke voedingsmiddelen, eigenlijk vanuit evolutionair perspectief, dan verstoort dat die hormoonbalans en dat zorgt er ook voor dat we onvruchtbaarder worden. En je ziet het ook eigenlijk in de hele populatie, op de hele wereld, dat steeds meer mensen libido-problemen hebben of seksdrive-problemen. Dat ook de mens steeds dikker wordt. Nou, ook als je het hebt over buikvet of visceraal vet, vet om organen heen, wat ook eigenlijk oestrogenen produceert. Ja, dat gaat ook ten koste van het libido en de vruchtbaarheid. En ja, dat is natuurlijk ook wel een zorgwekkende ontwikkeling. Maar wat ik zeg, de natuurlijke leefomgeving beschermde de oermens tegen bijvoorbeeld onvruchtbaarheid. De oermens had geen sixpack en was niet vitaal omdat hij 's morgens uit zijn grot opstond en dacht, weet je, ik ga 5 keer opdrukken voor de lol. Of ik ga me in die bomen 10 keer optrekken aan pull-ups. Of ik ga nu eens een smoothie maken met spinazie en chiazaad. Maar de omgeving had allerlei natuurlijke noodzaken. Honger, dorst, koude, hitte, gevaar. En dat lokte natuurlijk gedrag uit. En die sixpack en vitaliteit was het gevolg. En nu moeten we voor het eerst in 100 jaar moeten we zelf proactief ervoor zorgen dat we slank zijn, dat we gezond zijn, dat we gelukkig zijn, terwijl we daar eigenlijk niet voor zijn ontworpen. Het beeld van geluk is gemaakt. Nou ja, zeker. Dat beeld van geluk als je geluk koppelt aan externe dingen of dingen buiten je. De moderne mens richt zich heel erg op geluk en succes. Terwijl dat is voor mij in optiek is het veel meer een bijproduct waar je echt op zou moeten richten is groei en zingeving. Als je richt op groei en zingeving, iedere dag iets beter worden of iedere maand, en je vergelijkt jezelf alleen maar met jezelf en je richt je op progressie, dan zal je momenten hebben van geluk en succes, maar veel meer als bijproduct. Maar waar het echt om gaat, ieder mens heeft de universele behoefte om te groeien en om aan iets bij te dragen, aan het grotere geheel, iets wat groter is dan jezelf. Maar er zijn succes en geluk zijn secundair. Ja, ik vind het wel heel interessant hoe we nu de laatste tijd meer en meer gaan naar intermittent fasting, keto dieet, ja. Hittetherapie ook. Er zijn veel mensen die nu eigenlijk sporters die nu eigenlijk aan het ontdekken zijn van inspanningen in een hele warme omgeving, ja. dat zorgt dat je een betere conditie bent als je terug naar wielrenners vooral doen. Ja. Dat zijn allemaal eigenlijk dingen die eigenlijk gebruikt worden en dat komt van vroeger. Ja. En dat vind ik wel heel interessant, dat we allemaal aan het terug ontdekken zijn. Want voor een lange tijd hebben we dat totaal niet ontdekt. Hè. We waren totaal niet bezig daarmee. Het was meer van, oké, je wilt vermageren. Klopt. Je eet minder, voor wat dan weer al. Drink deze thee. Ontbijt als een koning. Ja. Eet. Als een keizer. Als een keizer, ja. Ja, ja. Ja. Maar dat is allemaal passé nu. Nou ja, in de kennis en de informatie zijn we heel veel wijsheid verloren. Bijna alle wijsheid verloren. En die oude wijsheid komt steeds meer terug. We gaan steeds meer snappen dat om het vinden van alle antwoorden moeten we niet naar de toekomst kijken, naar de wetenschap, maar veel meer gewoon achterom kijken en naar de natuur kijken, naar de evolutie kijken. En dan vinden we heel veel antwoorden in hormetische prikkels, zoals het heet. Dus een hormetische prikkel is dat een bepaalde dosis je sterker maakt, maar dat een te grote dosis je zwakker maakt. Bijvoorbeeld water, een liter water drinken in 1 keer maakt je sterker, maar drink je 15 liter, dan ben je dood. Een theelepeltje koerkoem maakt je sterker, maar eet je 1,5 kilo, dan ben je dood. Een ijsbad, 1 minuut of 3 minuten in zitten, maakt je sterker, maar ga je 30 uur in een ijsbad, dan ben je dood. In de sauna, 10, 15 minuten of hittherapie, 10 of een half uur, maakt je sterker. Maar 10 uur, bij spreken, maak je dood. Dus dat zijn allemaal hormetische prikkels. En dat zijn allemaal de oorspronkelijke medicijnen. Alleen vanuit ook de geneeskunde waar ik het voorkom, dat is niet te patenteren. Hè. Er zit een slecht verdienmodel op.
Maar gelukkig zien we in de topsport, en ook gezond oud worden is topsport, ook in de geneeskunde, dat die eigenlijk oude medicijnen, om het zo te zeggen, ook preventieve medicijnen, steeds meer herontdekt worden. Ja, en ook, wat ik ook wel grappig vind nu, we zijn heel lange tijd, hadden we het mentale allemaal vergeten. Zoals de Oosterse wereld, dat was meestal het mentale is ook heel belangrijk, en dat is het lichaam aan. Nu bingen we stiltjes aan in het Westen ook wel die combinatie te vinden van oh, mentaal is eigenlijk even belangrijk als het lichaam. Veel mensen mediteren ook tegenwoordig. Want ik had ook gezien bijvoorbeeld, ik had ook geluisterd op een podcast, en dat was een wetenschapper, en die zei dat ze nu aan het studeren zijn hoe dat inflammatie van het lichaam depressies veroorzaakt. Zit je daar al dieper op ingegaan? Of wat zijn die correlaties? Dat is eigenlijk heel logisch. Als je laaggradige ontsteking hebt, dus als je inflammatie hebt, dan kan het immuunsysteem wordt egoïstisch. Wil eigenlijk alle bouwstenen hebben om zichzelf geactiveerd te houden. En het kan ook tryptofaan. Hè. Tryptofaan is de basisbouwsteen waar ook het stemmingshormoon van gemaakt wordt. Dus als het immuunsysteem tryptofaan al gaat wegtrekken om zichzelf geactiveerd te houden, kan het serotonine, het stemmingshormoon, minder goed aangemaakt worden. En dan zie je dat mensen somber en depressief worden. En ook, waar slaaphormoon ook uitgemaakt wordt, ook slechter gaan slapen. Dus dat is eigenlijk hartstikke logisch. En alleen het holisme, dus gewoon het snappen dat alles met elkaar samenhangt, ook in je lichaam en met je gedrag en ook met de omgeving. Ja, die wijsheid, want ook in de geneeskunde hoe ik opgeleid ben, zijn allemaal subspecialisaties, allemaal eilandjes. Maar er zijn weinig experts die snappen dat alles met elkaar verbonden is. En gelukkig komt die wijsheid ook steeds meer terug, omdat we in de geneeskunde zien dat de meeste therapieën of medicijnen niet aanslaan. Want als het zouden werken, zouden de wachtkamers leger worden. Maar de wachtkamers worden steeds voller. En de volksgezondheid neemt steeds meer af. Mensen worden steeds zwakker als je kijkt naar de metabole gezondheid. Waardoor ook de laatste 2 jaar, door die afgenomen metabole gezondheid, zijn we echt in de problemen gekomen. Want een relatief mild virus, het coronavirus, heeft eigenlijk de hele wereld op slot gegooid. En dat is natuurlijk heel erg vreemd. Omdat is het virus het probleem of de verzwakte gastheer? In mijn optiek het laatste. Ja, want eigenlijk, ik had een osteopaat tegen mij gezegd, want ik vond dat wel heel, heel interessant. Die zei, maar ja, we zijn eigenlijk gewoon de mensheid aan het verzwakken, omdat we eigenlijk, dat is erg om te zeggen, maar bij de geboorte halen we veel baby's erdoor die prematuur geboren zijn en zo. Dat heeft ook effect op lange termijn, hè? Of niet? Ja, nou, als je ook denkt dat allerlei kinderen met aangeboren afwijkingen die vroeger zouden overlijden, dat wordt allemaal in leven gehouden. Dus als je dat vanuit macro-perspectief bekijkt, leidt dat wel tot verzwakking van de genenpool van Homo sapiens. Want iedereen wordt in leven gehouden en dat kan zich ook voortplanten. Dus vanuit dat perspectief worden we ook als soort, en dat zie je ook letterlijk terug, worden we gewoon steeds zwakker. En dat betekent ook gewoon, maar dat is continu, bijna alles is reprogrammeerbaar. Dus daar wil ik mensen ook stimuleren en de juiste kennis in handvatten geven, zodat ze zelf eigenlijk leiding kunnen nemen over de juiste zelfzorg. Want in mijn optiek is dat nu in het moderne leven de belangrijkste vaardigheid. Je kan met iedere keuze die je maakt, kan je dus wat je eet, drinkt, denkt of doet, praat je met je genen, kan je genen aan en uitzetten, kan je sterker of zwakker worden. Hè? Dat is epigenetica, eigenlijk dat nieuwe vakgebied. En daar ligt enorm veel macht. Alleen die juiste kennis krijgen we niet van de publieke instantie, niet van de overheid. Het zijn eigenlijk allerlei commerciële industrieën in de hele publieke ruimte die andere belangen hebben. En die je aan schermpjes gekluisterd willen houden, die je willen laten zitten, die je willen laten eten. En die je ziek willen maken, omdat ziekte is een fantastisch verdienmodel. Gezondheid niet. Dat heb ik al afgelopen 2 jaar ook ervaren qua Big Pharma. Dus qua ethiek ben ik zelf ook wel heel erg geschrokken. Of ik heb soms ook de illusie dat iedereen wil dat de wereld beter wordt en dat de mens gezonder wordt en dat de natuur sterker wordt. Nou, uiteindelijk draait alles om economie. En de economie staat ver boven de ecologie en volksgezondheid. Dus als je gaat verdiepen, je eigen onderzoek gaat doen, ja, dan word je bewust dat niemand je komt redden. En vanuit die bewustwording kan je gewoon ook de stap maken dat je zelf leiding gaat nemen en dat je zelf in actie komt. En daar wil ik mensen eigenlijk bij ondersteunen. Ik wil een gids zijn voor mensen naar een beter leven. Denk je dat als je ziek bent, dat de mind eigenlijk jezelf kan genezen als je hard genoeg in gelooft of niet? Er zijn een paar theorieën erover, hè, dat de mind eigenlijk het hele lichaam kan genezen. Alles kan, maar je kan eigenlijk nooit zeggen altijd en nooit. Dus ik zal nooit tegen iemand zeggen, je zal altijd beter worden. Maar ik kan ook nooit zeggen, je zal dus altijd ziek worden of je zal nooit beter worden. Het lichaam is voor een groot deel gecondenseerde geest. Dus inderdaad, onbalans in de psychologie komen ook gelijk tot uiting in de onbalans in de fysiologie, in stofwisseling.
En het blijkt ook, zijn ook heel veel publicaties. Bijvoorbeeld Joe Dispenza, Jij bent de placebo. Maar bijvoorbeeld ook Bruce Lipton, hè, met het boek De Biologie van de Overtuiging. Dat alles wat je denkt en doet, heeft ook eigenlijk een afspiegeling in iedere lichaamcel. En dat noem je natuurlijk, het placebo-effect is positief. En het nocebo-effect is ook weer van de voedoe-dood de negatieve kant op. Dus eigenlijk als je bij een arts komt en de arts zegt van, nou, ik heb eigenlijk slecht nieuws. Hè, want u hebt 50% kans om dood te gaan. Ja, is dat eigenlijk al het nocebo-effect, een negatieve programmering. Maar als hij zegt, nou, ik heb goed nieuws. U hebt 50% om te blijven leven. En we gaan samenwerken, we gaan er alles aan doen om u hier doorheen te trekken. En ik heb ook voorbeelden omheen van andere mensen die dit ook overleefd hebben. Dan zet je de parasympathicus aan. Dat deel van het zenuwstelsel van hoop en vertrouwen en samenwerking. En de parasympathicus is betrokken bij herstel, maar ook bij opbouw, maar ook bij genezing. En zeg je van, ik heb slecht nieuws, je hebt 50% kans om dood te gaan. Dan activeer je gelijk op dat moment de sympathicus, die eigenlijk met afbraak samenhangt. En dan is genezen en beter worden enorm lastig. Dus Lisa Wenkling is een bekende Amerikaanse arts. Die heeft het boek geschreven Mind Over Matter. Dus meer brein, minder medicijn is het boek vertaald in het Nederlands. En zij laat ook zien hoe krachtig onze geest is. Alleen de pest is ook een beetje, net als een gezonde leefstijl, dat we op de basisschool of de middelbare school echt niets leren hoe we ons lichaam en onze geest voor ons kunnen laten werken. De meeste mensen gaan pas op zoek als ze hun vitaliteit zijn verloren of als ze ziek zijn. En dat is zo'n gemiste kans. Ja. Dus jij denkt meestal dat de mind eigenlijk al ziektes kan verbeteren. Als je de mind ook als medicijn gebruikt. Kijk, een gezonde leefstijl is één. Een gezonde denkstijl is al twee. Dan ga je het beide doen, is 1 + 1 = 3. Maar het is heel lastig om te genezen. Dat is eigenlijk interessant. Genezing is veel meer op fysiek gebied. Heling heb je eigenlijk over alle domeinen. Dus fysiek, mentaal, emotioneel en ook spiritueel. Maar als je echt een negatieve overtuiging hebt of een negatief geloof, dan is genezen echt heel lastig. Dus je moet het eigenlijk altijd meepakken. Ja. Maar heb je een hele ongezonde leefstijl en ga je alleen maar inzetten op mindset en overtuigingen, dan is het soms ook lastig, omdat je wel continu je lichaam ook de verkeerde communicatie geeft, ook met de dingen die je bijvoorbeeld in je mond stopt. Ja, oké. Okay. En wat vind je nu van die longevity, like die nieuwe medicijnen uitbrengen? Bijvoorbeeld, er is blijkbaar een medicijn van dat gebruikt wordt voor diabetes. En dat zorgt er, ik heb de naam vergeten, maar dat zorgt ervoor dat je langer leeft. Ja. Mijn interesse ligt niet per se bij de kwantiteit, hoe oud mensen worden. Ik vind het niet interessant. Ik vind het vooral interessant dat ik geloof dat ieder mens op de aarde komt met een uniek levensdoel en unieke kwaliteiten en talenten. En dat je dus sterft en dat de muziek uit je is. Hè? Als je vol leeft, kan je leeg sterven. Ik ben vooral bezig met levenskwaliteit. Dat die flits die op de aarde aanwezig mag zijn. Het lijkt me trouwens verschrikkelijk als je bijvoorbeeld 400 jaar wordt. Mooi, dat is een pleurs eind, maar dat is misschien niet zo netjes. Dat is een enorm, weet je, dat is ook goed. Op een gegeven moment, ja, ik geloof dan weer dat het lichaam doodgaat en de ziel is onsterfelijk. Dus je reïncarneert, je zal uiteindelijk gewoon, dat er is een deel in ons wat onsterfelijk is. Waar komt dat vandaan? Dat is meer spiritueel? Ja, ik kom uit de geneeskunde, maar als je alleen maar richt op het fysieke, dan merk je dat en mensen echt een gezonde leefstijl hebben, biologisch eten of intermittent fasting doen en voldoende sporten of weinig stilzitten, voldoende mediteren en slapen. Dan merk je toch dat een heel groot deel klachten blijft houden. En dan ga je naar de geest toe, of naar de mind, en dan kom je in mindset, overtuigingen. Nou, dan merk je toch, als je dat ook erbij pakt, dat bepaalde mensen nog steeds klachten of ziekte blijven houden. Nou, dan kom je op het niveau van de ziel. Dus zijn mensen wel op de weg van hun hart? En dan kom je eigenlijk in de kwantumfysica. En in de kwantumfysica, wat in mijn optiek de wetenschap is van echte genezing, is bewustzijn het startpunt. Dus het is eigenlijk de discussie van Newton of Einstein. Newton zei van, oké, je hebt atomen, die worden moleculen, dat worden cellen, dat worden orgaansystemen. Dan creëer je een brein en het brein creëert bewustzijn. En Einstein zei, nee, het bewustzijn is het startpunt van alles. En bewustzijn en intelligentie zorgt er ook voor dat moleculen, atomen bij elkaar komen en dat eigenlijk materie ontstaat. Ik geloof veel meer het laatste, dus de visie van Einstein. Dus bewustzijn is het startpunt van alles. Dus we zijn eigenlijk menselijke wezens met een spirituele ervaring. En dat toont de wetenschap bijna ook steeds meer aan. En dan één voorbeeld, ik vind het enorm interessant, dat als je vrouw zwanger is
En je gaat kijken in de baarmoeder, de foetus. De eerste hersengolven die gemeten worden zijn de deltagolven. Als we de diepe slaap hebben, 's nachts, hè, dan hebben we de deltagolven, echt de healing sleep. Dat is ook bijna het uittreden van de ziel, waardoor we weer synchroniseren of resynchroniseren met onze missie, met ons levensdoel. En ook alle organen en hormoonsystemen gaan 's nachts synchroniseren. Dus de eerste hersengolf die gemeten wordt. Als je kijkt ook bij mensen op hun sterfbed, is de laatste hersengolf die gemeten wordt, zijn de deltagolven. Dus de deltagolf is een beetje de spirituele deur naar een andere dimensie. Ja. Waar we dus eigenlijk in de materie stappen, in de baarmoeder, in de foetus, en ook op het sterfbed weer uit ons lichaam stappen. En iedere nacht stappen we eigenlijk ook uit ons lichaam. Ja, dat fascineert mij enorm. Ja, super interessant. Ja. Wordt dat geaccepteerd met andere dokters, wat dat je nu zegt? Ja, kijk, ik ben natuurlijk wel een moderne kwakzalver. Hè? Dus dat is een eertitel. Ik loop mijn tijd 10 jaar vooruit. Dus nee, dat is nog niet mainstream geaccepteerd. Maar je ziet met al deze ontwikkelingen dat het vaak een paradigma. Er moet vaak eerst een generatie uitsterven en een nieuwe generatie opgroeien met nieuwe inzichten voordat het geaccepteerd wordt. Maar dat is natuurlijk interessant als je die vraag doortrekt. Is de huidige heilige graal in de geneeskunde, de evidence-based medicine, wel in staat om de waarheid te vangen? Ja, ik denk of het niet. Of te willen. Ja, of te willen, ja, daar spelen natuurlijk allerlei belangen mee. En ook als je kijkt naar farmaceutisch gefinancierd onderzoek. En het interessante is dat de uitkomst van onderzoek, ook in de geneeskunde, altijd wijst richting de financier. Dus daar onafhankelijkheid en objectiviteit is heel lastig. Want er zit altijd een die experimenten zijn er ook weer. Hè? Dus als je kijkt naar kwantumfysica, 2 onderzoeksgroepen. 1 onderzoeksgroep dacht met een experiment, we gaan vaste deeltjes zien. En de andere groep dacht, we gaan golven waarnemen. En ze zagen beide wat ze dachten. Dus met je intentie beïnvloed je de uitkomst al. Dus dat is zo interessant, dat objectiviteit bestaat niet. Mm. Onze wil, onze intentie, wat we hopen te vinden, wat we geloven, dat vinden we terug. Dus Henry Ford zei al, of je nou gelooft of niet, je hebt altijd gelijk. En dan heb je het ook weer over de kracht van onze mind. Dat is manifestation dan. Ja, maar dat je dus met wat je gelooft, beïnvloed je werkelijkheid dan. Ja. Want ik bedoel, het is puur een veld met potentiële energie. Ja. Er is een veld van onbegrensde mogelijkheden. Dus je gelooft ook bijvoorbeeld als je iets wilt en je hebt die energie, dan mensen die van dat je eigenlijk iets van wilt, dat je dat dan eigenlijk opvangen en het dan ook anders gaan interpreteren eigenlijk. Ja, dus je hebt die synchroniciteiten, dat je iets graag wil of aan iemand denkt en iemand belt net of je komt iemand tegen. Maar ook als je echt weet wat je wil, de meeste mensen weten wat ze niet willen en vermijden dat, maar weten niet goed wat ze wel willen. Je hebt er ook echt, je voelt er echt een prettige emotie bij. Nou, vooral ook een emotie met een hoge vibratie, vreugde, dankbaarheid, joy dan in het Engels. En je neemt ook actie. Ja, dat zijn de 3 ingrediënten naar manifestatie. Het ook loslaten, vertrouwen hebben, want eigenlijk is het dan al gecreëerd in het onzichtbare veld. En alles wordt natuurlijk vanuit de niet-fysieke wereld, wordt tastbaar in de fysieke wereld. En ja, dat spel, dat creatieproces, om zo te zeggen, ja, dat, ik heb mijn BV het ook creatiebureau. Ik ben ook een creator, ik schrijf ieder jaar een boek, ik maak ieder jaar nieuwe diensten. Uit het niets, dat was er niet. Ja, dat vind ik echt magisch. Ja, maar dus eigenlijk wat je nu bedoelt is, if you follow your purpose, you're going to live longer too. And you're going to live healthier. Of niet? Ja, absoluut. Dus, dus als je de andere kant op gaat, ook al dus heb je de juiste affirmaties, meditatie, mindset, ook al leef je heel gezond, als je een conflict hebt, tekst-context, als je niet op de juiste plek in het leven bent, als je niet je passie, je levensdoel leeft, dan kan je toch klachten krijgen of signalen of ziek worden, omdat het feedback is van je lichaam, geest-zielmechanisme, om je te laten weten dat je niet op de weg van je hart bent. Dus je ziet ook vooral in de blue zones, dat we heel erg noemen van die mensen eten natuurlijk en die bewegen veel. Maar ik denk het belangrijkste is daar zingeving. Die mensen zijn continu verbonden en ze voelen zich deel van een groot geheel. Maar ze leven allemaal hun levensdoel. En ik denk dat de belangrijkste voedingsstof is waarmee je ontstekingen uitzet en je niet ontstoken raakt, dus niet chronisch ziek wordt. Ja. En voeding en beweging en ontspanning is eigenlijk veel minder interessant, want dat is puur een middel voor een hoger doel. En het hogere doel is bezield leven. Ja. Ja, van waar haalt je dan die info? Want, wetenschap, maar dat zijn allemaal dingen dat ook al in het boeddhisme wordt gezegd, in de Oosterse. Lees je daar veel van? Of? Ja, nee, absoluut. Ik was in mijn reguliere geneeskundeopleiding. Ik deed allerlei cursussen en opleidingen daarnaast. Kinesiologie, spiertesten, waarmee ik leerde over meridianen, chakras en hoe iedere meridiaan samenhangt met een spieren, met een orgaan, met een hormoon, met een neurotransmitter, met een emotie, met een voedingsmiddel. Dus die hologrammen vond ik magisch, hoe alles verbonden was. En in de geneeskunde leken alles eilandjes.
Ik studeerde fytotherapie en ik las eigenlijk, ik begreep dat we hebben ongeveer 24.000 genen in iedere lichaamcel en er zijn ongeveer 24.000 polyphenolen, dus geneeskrachtige stoffen in de natuur. Nou, dat is geen toeval, hè? Dus ieder antwoord is in de natuur aanwezig. Zo. En ook als je kijkt over Ayurveda, ja, vond ik fascinerend. Die praten altijd over de oorzaak van de oorzaak aanpakken. Dus de wortel. In de geneeskunde is vooral symptoombestrijding. De geneeskunde is vooral fantastisch in de acute geneeskunde. We kunnen eigenlijk niets met chronische aandoeningen. Maar ook dat als je het hebt over het holisme, waar ze altijd over praten, is dat lichaam en geest, wat je ook zei, is gewoon een tandem. Is met elkaar verbonden. En in de geneeskunde, nou, ik studeerde op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Had je aan de ene kant had je de geneeskundefaculteit en aan de andere kant van de campus had je de psychologiefaculteit. Alsof het lichaam en het denken, de geest, ja, aparte eilanden zijn. Alsof ze niet met elkaar samenhangen. En dat is een fout geweest dat we het hebben gescheiden voor de wetenschap, omdat we dan beter onderzoek kunnen doen. Maar het is een illusie, want in werkelijkheid is het gewoon één. Dus die kracht van de mind, of ook als je nog het levensdoel, die ziel erbij pakt. Hè? Want passie is de taal van de ziel. Hè? Waar je enthousiasme is, betekent letterlijk de God in zich hebbend. Alles waar je geïnspireerd door raakt. Inspiratie betekent nieuw leven inblazen. In de geneeskunde trouwens inademing en expiratie is uitademing. Maar dus volg je innerlijk vuur. Dat is eigenlijk ook het eerste hoofdstuk van mijn nieuwe boek. Zielsgelukkig is herkend gezond. 7 spirituele wetten voor gezondheid. Wat vind je van? Dat vind ik mooi. Ja, ik ga de boeken echt wel lezen. Ik ben aan het proberen. Ja, ik ben heel stil. Het is nogal stil, maar ik vind het interessant. Wat vind je van Wim Hof? Ja, Wim is een goede vriend van me. Ik ben met Wim in 2016 de Kilimanjaro beklommen in Tanzania. Met alleen een korte broek hebben we een nieuw record. 27,5 uur waren we boven. Dus we willen binnen de 30 uur met slechts 3 uurtjes slaap. Ik kwam in 2015 heel veel met Wim al in zijn moestuin in Amsterdam. Dat was een forse grote doorbraak, want hij reist nu de hele wereld over. Ik vind het fantastisch wat hem nu toekomt. Maar Wim, jij zei altijd, hij zei tegen mij dat Ries, je kunt veel meer dan je denkt. En ik was al met hem een keer in het ijsbad geweest. En hij daagde me uit om samen de Kilimanjaro te gaan beklimmen. En ik dacht van, ja, dat kan ik. Dat kunnen normale mensen niet. Dat kunnen alleen Wim Hofs. En toen ben ik 3 maanden koude training met hem gaan doen. Vanaf 10 seconden koude douche onder de douche gewoon. En ik wist dat ik om mee te mogen, dat ik 10 minuten onder de koude douche moest blijven staan. Echt met mijn hoofd eronder, niet laf met een bil of met een schoudertje. En ja, ik heb daar echt geleerd dat alles trainbaar is. Dus zijn aanpak is natuurlijk gewoon koude, ademhaling en gewoon focus. Ook een soort meditatie. En dus ik zeg altijd, de moderne mens leeft als een softie. Ieder mens heeft zo potentieel. Maar dat spreken we bijna niet uit. Dat dagen we niet uit. Ik ben 3 maanden geleden ben ik een nacht gaan doorhalen met de Special Forces, de militairen. Enorm zwaar, de hele nacht door. Rammen. En als ik dan ook zag dat mijn lijf het gewoon vol hield. Zo extreem, op 1 banaan, gewoon 12 uur. Besef ik zelf ook dat ik... Zo, dat wil ik ook eens doen. Dat wil ik echt al heel lang eens doen. De Unbreakable Academy van Sander Aerts. Daar kun je echt voor inschrijven? Ja, kun je gewoon voor inschrijven. Ja, heb je wel dus toelatingseisen, ook fysiek. Hè? Want ja. Ik bedoel, niet iedereen natuurlijk kan zich daarvoor inschrijven. Maar dat was, vond ik ook weer een hele goede test. Om te ervaren gewoon hoe verschrikkelijk veel... Dat je veel meer kunt denken. Ja. En dat we dat potentieel, misschien wel 80%, nooit aanspreken. Moeten overwinnen. Ja, nou ja, als je jezelf uitdaagt. Nou, ik dacht vroeger altijd, daarvoor ook, was ik een beetje ingeslepen. Als ik weinig sliep, weet je wel, maar dan ben ik een dag later moe. Maar ik heb daar gewoon ervaren, gewoon de nacht doorgehaald. En fysiek kapot. En ik werd gewoon om 9 uur 's morgens daarop gehaald. En de hele dag gewoon weer ook dingen gedaan. En 's avonds sliep ik echt heerlijk als een roos. Maar dat die slaap bijna ook gewoon mindset is. Maar is dat dan, want meeste mensen, ik hoor vaak dat ze zeggen van ja, dat is genetisch. Sommige mensen hebben 5 uur nodig, sommigen hebben 8 uur nodig. Mm-hmm. Maar is het dan ook genetisch effectief? Of is het dan meer van, ik denk dat ik zoveel slaap nodig heb? Nou, het deel is inderdaad genetisch. Dat is de chronobiologie. Je hebt ook echt chronotypes, dus vroege vogels en late vogels. Ik heb normaal ook echt wel 7,5 uur slaap nodig. Ja, ik gedij niet goed bij 5 uur of minder. Ik merk het echt. Heb ik een soort brain fog, een soort mist in mijn hoofd. Maar wel puur... Bijvoorbeeld als je deadlines hebt of als je een nacht door moet, wat ik nooit doe, maar daar ook gewoon ervaren, weet je wel, dat is prima. Eigenlijk is een nacht doorhalen, wakker blijven, ook het beste medicijn of de hormetische prikkel tegen bijvoorbeeld depressiviteiten, wat je net noemde. Want je gaat het brein extreem uitdagen om de energiestofwisseling beter op orde te krijgen. En als de energiestofwisseling in het brein beter wordt, dan los je ook neuroontsteking op, vaak ook de oplossing is van depressiviteit. Alleen dat soort medicijnen worden natuurlijk in de psychologie of in de psychiatrie ook niet gebruikt. Omdat het de natuur is die
Maar dat is heel interessant. Er zijn ook publicaties van. Is gewoon wetenschap hoor. Dat, ik noem het altijd het onderste laag-syndroom. Heel veel van die publicaties verdwijnen in de geneeskunde ook in het onderste laagje. Omdat het niet past in het wereldbeeld, in die huidige protocollen. Maar is er nu niet een nieuwe generatie, de millennials eigenlijk, zoals we ons zeggen, en zeker de Gen Z's, ja, die al iets meer op de hoogte zijn van alles en al meer zo zeggen van oké, er is meer als dit. Is dat er niet? Ja, absoluut. Je ziet zeker ook in generatie kinderen, dat noemen we ook wat nieuwe tijdskinderen, dat het bewustzijn steeds hoger en groter is. Dus dat is ook belangrijk. Die zijn eigenlijk al deel van de oplossing. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat, dat ook zeg maar, de natuurlijke beweging al van binnenuit is, ook als je het hebt over die wijsheid, dat er ook zeg maar, ja, een nieuwe wereld, hè, zou Eckhart Tolle het noemen, maar dat er ook een duurzamere wereld aan het ontstaan is, waarin we veel meer gaan aansluiten bij natuurlijke kringlopen en ecosystemen. En dat we die natuurlijke interventies en die natuurlijke medicijnen ook veel meer accepteren, erkennen en ook gaan integreren. Ja, we zien nu ook bijvoorbeeld met, je noemt dat wel, die naalden? Dat er in acupunctuur. Acupunctuur wordt ook meer en meer geaccepteerd, hè, tegenwoordig. Dat wil ik ook wel eens doen. Vroeger was dat echt acupunctuur is een fabeltje, maar... Ja. Nou ja, als je acupunctuur kijkt en wat je noemde meridianen, dat oosten, ik bedoel, dat gaat 4, 5, ja, dat is 10.000 jaar terug, voordat daar de wetenschap was. Ze wisten precies deze acupunctuurpunten of acupressuurpunten, hè, kan je gebruiken met deze kruiden. En Hippocrates, hè, iedere arts legt dan zijn eet af, maar die werkte alleen maar met natuurlijke interventies en met de lichaamssappen. En nu bedrijven eigenlijk farmaceutische, chemische geneeskunde vanuit de naam van Hippocrates. Terwijl ik denk dat hij zich in zijn graf zou omdraaien als hij dat zou zien. Vroeger waren er alleen maar natuurlijke interventies van zuurstof, qua hitte, van koude, van kruiden, van specerijen, van voeding, van vasten, van sociaal contact, van extreem lang stilte of meditatie. En dat waren allemaal natuurlijke interventies waarmee je in theorie alles kan oplossen met die toolkit. Alleen, ja, het is nu allemaal farmaceutisch nagemaakt, gepatenteerd, vermarkt, waardoor mensen eigenlijk afhankelijk worden gehouden. Want dat leidt op lange termijn nooit tot onafhankelijkheid en genezing. Dus valt kanker te genezen? Maar het is niet altijd... Kijk, het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. Je hebt natuurlijk genoeg mensen, hè, dat noem je ook zelf mensen die al terminaal waren met uitzaaiingen, die een spontane regressie hebben gehad. Er is natuurlijk ook... dat boek over, hè, met de 9 veel voorkomende oorzaken waarom mensen met kanker opgegeven waren genezen zijn. En dan zie je natuurlijke voeding en dan zie je ook supplementen. Maar het belangrijkste is ook gewoon het hebben van een hoger doel, een levensdoel, een doel om in leven te blijven. Hè. De mensen die uiteindelijk genezen zijn, wat ze overeenkomen. Hè. Als je geen levensdoel meer hebt, dan zegt ja, evolutie, kom het maar halen. Hè. Dus bij kanker... Er zijn natuurlijk in Nederland ook een arts in gespecialiseerd, maar ook in Amerika wereldwijd. William Kotvriend heeft nu een mooi boek geschreven over kanker. Okay. Wat je ook preventief, maar ook bij kanker kan doen. Kan enorm veel doen met voeding, met leefstijl, ook met beweging, ook met bepaalde supplementen. Ook met je mindset, ook het spirituele. Als je het hebt over het vinden weer van je missie of je kompas weer beter afstellen. Mm-hmm. Want kanker is natuurlijk ook vooral een wake-up signaal. Ja. Maar ik wil zeker niet zeggen dat kanker per definitie altijd oplosbaar is. Nee. Er zijn wel nu studies uitgekomen. Eén studie had ik gelezen. Waarbij ze zeiden dat de chemotherapie ook wel kankercellen verdubbelt. Of het maakte extra kankercellen aan of zoiets. Oh, zo. Ja, ja nou, er zijn meerdere publicaties. Maar chemotherapie is natuurlijk gewoon een atoombom, om zo te zeggen, die op de stad gooit. En alle snelcellende delen gaan stuk. En niet alleen maar die tumorcellen die je wil hebben. Dus je kan niet goed een target instellen, waardoor mensen kaal worden en mensen slijmvliesproblemen krijgen. Dus het is een vrij heftig middel. Soms ja, de enige oplossing. Ik hoop absoluut dat we betere oplossingen gaan krijgen, want chemotherapie is nu vrij barbaars. En ja, er zijn ook geluiden inderdaad, wat je aangeeft, dat het een negatief effect kan hebben. Er gaat nu weer heel veel onderzoeksgeld heen. Maar ja, we kunnen gewoon de meeste winst behalen om ervoor te zorgen dat die tumor niet ontstaat, hè, op het preventieve terrein. Voorkomen is beter dan genezen. En in Nederland hebben we 100 miljard euro ziektekosten. Dat stijgt tot 174 miljard euro in 2044. Of 2040 moet ik zeggen. In België is het ook niet veel beter. 50% van de mensen hebben overgewicht. Geestelijke gezondheidsproblemen enorm hoog in België, maar ook hart- en vaatziekte, kanker.
En we zouden veel meer al op het preventieve terrein, dus ook bij onze kinderen, maar ook de maatschappelijke ruimte, mogen ingrijpen, waardoor er veel minder kanker kan ontstaan. Ja, ja, wat ik eigenlijk, ik heb 2 jaar in Amerika gewoond. Wat ik ongelooflijk vond, is hoe dat de kip anders smaakt in Amerika. Ja. Je gaat daar naar de supermarkt, je koopt daar een kip en dat voelt al zo... Dat voelt al heel... voelt al raar, een beetje opgespoten. En dat proeft gewoon totaal anders. Dan denk ik echt, wat spuiten ze daar allemaal in? Ja, het zijn maiskippen vaak en mais is fructose. En daarvan groeien kippen enorm snel, zodat ze zo snel en zo dik mogelijk natuurlijk weer richting de kilo knallen kunnen in de supermarkt. En je ziet natuurlijk dat de groeihormonen, maar ook veel water ingespoten wordt. En wat die beesten stilstaan, niet kunnen bewegen, ook voor heel veel vet. En je eet kip eigenlijk voor de vitale eiwitten. Maar vitale eiwitten zijn alleen maar alle dieren die rennen, springen, vliegen of zwemmen. Dus bewogen vlees is vitaal vlees, vooral veel eiwitten en weinig vet. En ja, ik vind ook dat we dat vlees wat je net noemde van die kippen, als je het hebt ook over ethiek en dierenwelzijn, kan je ook beter niet eten, omdat het eerder ook in je lichaam een negatief effect heeft. Ook op je lever, die het weer moet ontgiften. Het voegt niets toe, maar ja, wat ik zei, we zijn met zo'n populatie met miljarden mensen, dat we helaas ook barbaarse omgang hebben met dieren. En dat is natuurlijk ook, dat zegt ook wel wat over het ontwikkelingsniveau van de mensheid, wat op dat gebied dan zorgelijk is. Dat is schedel ook kleiner. Ja. Ja. Ik heb nog een vraagje eigenlijk. Want toen ik in Los Angeles was, ik heb modellenwerk daar gedaan. En daar kwam toen altijd het gerucht van vrouwelijke modellen dat naar Amerika gingen, die hun borsten werden groter. Kan dat of niet? Door de hormonen in het eten? Oh, puur door het voedsel. Ja, ja. Okay. Ja, dat kan natuurlijk als je meer oestrogenen binnenkrijgt. Wat natuurlijk met de anticonceptiepil. Maar ook met fyto-oestrogenen, als je veel soja of dus ook bijvoorbeeld aardappelen of zelf in bier. Maar ook plastics. Hè? Natuurlijk als je heel veel voeding hebt uit plastics. En plastic zit bijvoorbeeld ook aan de binnenkant van blikjes. Dan kunnen je borsten relatief natuurlijk iets van gaan groeien. Bij mannen natuurlijk ook, want mannen zie je ook natuurlijk dan buik en borsten. Hè? Dat borstjes krijgen, toenemen. Ja, we hebben allerlei onnatuurlijke oestrogenen dan in de leefomgeving en ook in de voeding. Dus het zou kunnen, ook als die modellen daarnaast nog eens heel veel stress hebben, dan zie je ook dat bepaalde enzymen natuurlijk minder goed gaan functioneren. Het is natuurlijk een enorme omgeving met competitie, wat ik over het algemeen hoor dan in die modellen zien. Dat draagt niet allemaal bij dat de hormonale ritmes goed functioneren. Ja, zo. Gezond is het niet echt, hè? Nee, zal wel zijn. Ja. Heb jij iets tijdens die coronajaren anders gedaan of anders aangepakt in je levensstijl? Nou, ik leefde natuurlijk al heel erg gezond. Ik was al heel erg bezig met de juiste zelfzorg. Maar ik ben nog meer, vooral ook de juiste supplementen gaan nemen. Zeker ook als je de laatste 2 jaar kijkt, zijn er zoveel eigenlijk publicaties uitgekomen in de voedingsgeneeskunde van specifieke micronutriënten die een enorm positief effect hebben bij corona. Bijvoorbeeld vitamine D3, hè? Hoog gedoseerd, ja, 50 tot wel 75 microgram, dus 3000 internationale eenheden. Verkleint de kans om besmet te worden met corona. En verkleint ook zeker de kans als je corona hebt om het ziekenhuis of op de IC te komen. Vitamine K2, enorm belangrijk, zeker met vitamine D3 samen. Dat was ook heel erg in de belangstelling voor mensen die natuurlijk stolsels hadden en zo op de IC kwamen. Ja. Dus het komt vooral uit gefermenteerde voeding oorspronkelijk, maar dat eet de mens niet meer. Dus vitamine K2 heb ik ook zeker genomen met vitamine D3. Omega-3 vetzuren, magnesium, selenium, jodium en zink. Vooral die 7 stoffen, ja, extreem belangrijk. Ik heb als expert ook mogen bijdragen aan een nieuw concept Vitaly. Een combinatie van Vitality en Daily. Ja. Waar deze 7 stoffen in een duurzaam dagzakje zitten. Maar sowieso iedere dag dus een dagzakje Vitaly. Ik ben nog meer om mijn voeding. In die zin dat ik nog minder suiker en bewerkte voeding. Ik ben nog meer gaan bewegen en sporten. En meer gaan ontspannen en vooral mijn slaap. Ik kreeg corona in november van 2021. Had echt wel 3-4 dagen goede koorts. En daarna prima. Mijn immuunsysteem heb ik dus gewoon prima. Precies hetzelfde. Ja. Ik had ook in december. Nee, januari. Ja. 3 dagen harde koorts. Mijn lichaam had het echt niet in het systeem hebben. Ik was het bed was volledig nat. En dan ging het opeens over naar lichte verkoudheid. Ja. En kom mijn neus een beetje. En dat was het. Ja. Nee, het was prima immuuntraining. En voor de context van de luisteraar, ik ben dan niet gevaccineerd. En ik ben ook afgelopen jaar wel in de nationale media geweest. Ik ook niet. Welkom in die groep. Ik heb mijn eerste Moderna, een van de 2 shots. Okay. Ja.
En dan, ja nee, alleen die eerste. Dan kwam er wat groepsdruk vanuit de groep. En dan ja. Zo van... ja, ik had eerst, ik ging eigenlijk op bezoek naar de grootouders van mijn vriendin. En dan ja, heb ik daar een beetje mee ingegaan. Ja, dat was omdat ik geen andere wou kwetsen nog, weet je wel. Maar toch was ik er al dubbel bij. Ja, nou, dat was de mythologie natuurlijk ook. Eerst deed het voor jezelf en later deed het voor een ander. En, En het tweede heb ik niet genomen, want ik heb wel goed mijn research gedaan. Ja, het moeilijke vond ik eraan gewoon dat... ik vond het niet zwaar genoeg om iedereen te laten vaccineren. En ik vond ook van, ze hebben nu zo zwak geworden. Dat we ons, ik ben 20 jaar, 25 jaar, moet ik me nu echt laten vaccineren? Voor een iets sterker als de griep. Mm-hmm. Dat vond ik gewoon heel raar, de mentaliteit helemaal in de wereld. Ja. Dat is heel raar toch? Ja, ik blijf benoemen dat de officiële instanties richten zich compleet op veiligheid van buitenaf. Dus afstand houden, mondkapjes, dan vaccins. Maar helemaal niet op weerbaarheid van binnenuit, waar de revolutie ligt. Het versterken van de metabole gezondheid. En ik denk dat vaccineren echt wel van toegevoegde waarde kan zijn voor oudere mensen en voor risicogroepen. Maar vooral na de vruchtbare leeftijd, want dan kan je eventueel, want het is natuurlijk gentherapie, mutaties niet doorgeven in de populatie. Want nu zijn we ook kinderen gaan vaccineren en ook echt jongere doelgroepen. Ja, ik vind het echt een onverantwoord medisch experiment, omdat we helemaal niet weten op lange termijn, maar ook gewoon dan in 100 jaar, vaak in muizen zie je sommige dingen pas na 5 generaties, wat dat gaat doen. En ik heb me in Nederland ook op de nationale televisie ook echt uitgesproken tegen het vaccineren van kinderen, bijvoorbeeld nu al van 5 tot 11-jarigen. Ja, dit is echt zo compleet onethisch en onverantwoord. Gek, hè? Dat we dat ook vanuit de geneeskunde doen. En het kan bijna niet anders dat we 50 jaar terugkijken en dat we ons voor de kop slaan hoe we dat hebben kunnen doen. Omdat de bijwerkingen of de schade gewoon veel groter is dan het voordeel. Maar vooral nog, het is nog bij kinderen die zich nog moeten voortplanten. Wat bedoelt je met wat er in 100 jaar gaat gebeuren? Nou, het kan ook bijvoorbeeld wat we bij muizen zien, die kunnen zich natuurlijk veel sneller voortplanten, dat sommige bijvoorbeeld nieuwe ziektes of gewoon genetische mutaties, afwijkingen, misvormingen pas optreden na 3, 4 of 5 generaties. Nou, de mens plant zich... Door de vaccin dan? Door genetische interventies bijvoorbeeld, de vaccin als je dat bij muizen doet. Niet per se dat gedaan is met het coronavaccin, maar dat is natuurlijk een nieuwe gentherapie. Officieel is het geen vaccin, maar ze hebben de definitie aangepast van vaccin, waardoor de gentherapie binnenvalt. Maar dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Dus de mens plant zich nu gemiddeld voor, vrouw wordt gemiddeld zwanger op 31 jaar. Maar bijvoorbeeld in 90 jaar, waar je dan 3 generaties hebt, kan best dat het dan, dat kinderen dan veel depressiever zijn of veel eerder chronisch ziek worden. Of dat er echt extreem onvruchtbaarheid optreedt en dat het in theorie nog samen kan hangen met deze vaccinatierondes. Niemand weet het, het is niet uitgesloten. Dus je kan niet zeggen, nee, dat gaat zeker niet gebeuren. En daarom vind ik het onveranderd. Laten we daarom alleen maar de mensen vaccineren buiten de vruchtbare leeftijd, chronisch zieken en ouderen. Want die hebben zich al voortgeplant. En dan hou je de populatie vitaal. Maar dat is een stukje genetica. Maar nogmaals, het is al gebeurd. Hè? Dus bij experimenten zeg ik altijd, kan je veel beter toeschouwer zijn dan deelnemer. Ja, voelt je dat je nu genoeg kunt bereiken? Als Nederlander? Nou ja, ik geloof niet echt meer in de revolutie van bovenaf. Ik geloof in de revolutie van onderaf. Met hoe sterk wil ik niet vechten. Ik wil een beter systeem bouwen. Ja, dus ik geloof dat ik wel een enorme impact heb. We hebben nu meer dan 1 miljoen mensen per jaar op de website. In onze opleiding wil ik 1000 mensen opleiden die ieder jaar 1000 mensen kunnen helpen. Kan ik 1 miljoen mensen per jaar helpen. Nu ruim 350 opgeleid. Alle groepen zijn over het algemeen uitverkocht, maar we kunnen er 120 per jaar aan. Dus die behalen de titel tot Oester Coach. Dat gaat de komende jaren ook door, waardoor ik via die groep aan Oester Coaches 100.000 mensen kan bereiken en helpen. Dus ik ben extreem dankbaar, ook bijvoorbeeld dat ik nu in deze podcast een podium krijg. Dus ik ben al 10 jaar zaadjes aan het planten en die ontkiemen. En inmiddels zijn het ruim 1 miljoen mensen die onze boodschap... We publiceren enorm veel gratis content. We hebben onze eigen Oester podcast. We hebben blogs, we doen heel veel op YouTube. Om het ook voor iedereen toegankelijk te maken. En je merkt ook wel dat die boodschappen en die gratis content via de hoofden en harten van mensen gaat reizen. Omdat mensen het hele gaan delen ook in hun eigen omgeving. Dus daar haal ik enorm veel voldoening uit. Ik ben niet meer een roepende in de woestijn. Maar inmiddels ook op de zaterdag nieuwsbrief gaat naar ruim 100.000 mensen. En heb je al eens de kans gehad in Nederland om te debatteren? Iemand die totaal tegen uw principes zijn? Of nu niet? Nou, ik heb weinig gedaan, hè?
Ik heb afgelopen september bij Eva Jinek, RTL 4 in Nederland, s'avonds een talkshow waar ruim 1 miljoen mensen naar kijken mogen zitten. Dan zat ik tegenover een kinderarts en het lid van het OMT, zeg maar, wat hier op Mark van Ranst is, zeg maar, die advies geeft aan de overheid, en een infectioloog. Ja, dat is dus live televisie, je hebt 10 minuutjes, dan zit je eigenlijk, die twee waren echt pro, ik was eigenlijk contra. Ja, dan komt het en dan wissel je ook argumenten uit. En dan, ja, dan moet je wel goed beslagen ten ijs komen, omdat het live televisie is. Ik kan ook. En 2-1. Daar begint het eigenlijk al. Je zit al met 2-1. Ja. Zo opgezet en spel. Je mag 10 minuten. En natuurlijk ook door de host kan je spreektijd steeds weggenomen worden. Dus je moet heel snel soms ook in snowbites moet je antwoorden. Maar ik was niet bang voor imagoschade. Ik zat ook heel erg als mens en als vader, en veel minder dan als professional. Nogmaals, mijn missie is gewoon de aarde vitale doorgeven aan mijn 2 zoons, aan de vorige. Ik maak me echt zorgen. Dus dat podium ga ik dan vooral ook als vader en als mens zitten. En dan ben ik helemaal niet per se bezig dat het, als ik onderuit ga, ook op Oersterk en Feiteli een heel negatief effect kan hebben. Dat vind ik niet zo interessant. Ik zou het vooral mezelf voor de kop slaan als ik die kant zou laten lopen, omdat ik dan gewoon bang ben. Maar nogmaals, het is wel heel spannend. Ik was wel heel zenuwachtig, omdat het is 22:30 s'avonds dat zo'n programma start. En je moet s'avonds dan echt nog pieken. Ja. Weet je, zoals nu, deze podcast zijn, ook s'avonds. En dat vond ik wel heel spannend. Maar dat je dan toch doet en die comfortzone uitgaat in je stretchzone, ja, daar groei je gewoon weer van. Ja. Top. Ik vond daar gaan we heel mooi eindigen. Top podcast. Ja. Bedankt om te komen. Ik vond het heel interessant. Ja, ik zal er zo nog 4 kunnen opnemen van een uurtje, denk ik. Ja, zeker. Je mag nog eens langskomen. Ja. Jullie dank voor het platform. Als we naar Amsterdam gaan, gaan we nog eens uitnodigen. Altijd wel. Als je wilt komen. Top. Veel succes nog. Dankjewel. En veilige reis terug naar Amsterdam. Komt goed. Jullie ook. Alle goeds met jullie. Dankjewel. En succes. Dankjewel.